Ik heb ook nog steeds dat ik het iedere keer heel erg spannend vind en denk, oh, we mogen weer een programma gaan maken. Nou, het is begonnen bij de Delftse Radio Ziekenomroep. Ik ben daar begonnen als technicus ook, dus de liedjes schuiven en de jingletjes en zo. En toen dacht ik eigenlijk, ja, maar ik wil ook wel wat zeggen tussendoor. Dat mocht toen uiteindelijk. Nou, ik heb vroeger veel bij lokale omroepen dingetjes gedaan, niet echt al helemaal for real. Ja, ik ben stage gelopen bij Timur. En daar is het eigenlijk een beetje begonnen. 1992, toen heb ik me aangemeld bij een lokale omroep. Radio Transmedia, de favoriet van het rivierengebied. Maar die bestaat helaas niet meer, want die is failliet. Nou, kort gezegd ben ik eigenlijk talent scout en DJ coach. Dus ik ben de hele dag demo's aan het luisteren en radioprogramma's aan het terugluisteren. Nieuw talent aan het spotten, dus altijd op zoek naar de nieuwe Giel en de nieuwe Koen en Sander, de nieuwe Barend en Wijnand. En in de hoop die ook te vinden. Heb je nog een tip voor de kijkers die graag jouw straatje willen volgen en ook graag dit wereldje willen bewandelen? Nou, heel veel ervaring opdoen, dat sowieso. En heel erg openstaan voor allerlei vormen van muziek maken. En soms ook wel eens het programma aangrijpen, misschien op lokale omroep, van je denkt van ja, nou ja, ik wil liever dat, doe toch maar. Want vlieguren maken is ook heel belangrijk. Blijf aan jezelf werken, blijf jezelf terugluisteren en ontwikkel. Nou, als ze denken dat de drempel te hoog is, als ze dat denken, dan is de drempel waarschijnlijk ook nog te hoog. Gouden tip is dat heel moeilijk, want ik vind namelijk de meeste clichés blijf jezelf. En dat soort dingen vind ik altijd een beetje, ja, wanneer ben je dan helemaal jezelf? Dat vind ik altijd zo lastig, omdat een moeilijke tip. En zolang je, en op het moment dat je dat niet meer denkt, die drempel, dat die drempel er is, dan heb je genoeg zelfvertrouwen, denk ik, om te solliciteren bij 3FM. Maar ben ook weer niet te vroeg. Er zijn ook heel veel mensen die denken, oh, meteen, ik moet nu al op de radio en zo. Joh, je hebt het hele leven voor je en doe lekker rustig aan. Als mensen nou zoiets hebben, hè, die nu kijken naar Twente Journaal TV, van hey, ik wil toch graag een poging wagen, hè, om eens een bekende DJ te worden. Wat moeten ze daarvoor doen? Gewoon eigenlijk een hele goede demo sturen. Of in ieder geval gewoon fragmenten knippen van een radioprogramma en dat naar mij toe sturen. Als nou je demo de eerste keer een beetje tegenvalt, is dat helemaal niet zo erg. Dan laat je gewoon na een half jaar weer nieuwe fragmenten horen. En als daaruit blijkt dat je vooruit bent gegaan, dan kan het altijd interessant zijn. En kunnen we misschien wel zaken doen. Wat was tot nu toe op radiogebied jouw hoogtepunt? Was dat toch wel het glazen huis? Ik denk het wel. Ja, dat is zo immens bijzonder. Dat heb je echt. Dat kun je met niks vergelijken. Twee hoogtepunten. Ja, dat is. We hebben een nieuwe stagiaire, een meisje. Waar is ze? Die heeft wel echt twee hoogtepunten. Ja. En op je verlanglijstje nog iets waar je zegt: heel graag als DJ wil ik dat ooit nog gaan meemaken? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik zit wel denk ik aan de top. Ik bedoel, aan de top van mijn kunnen natuurlijk. Ik wil niet arrogant klinken, Matthijs. Ik sta een beetje zoals Matthijs, zie je dat? Van Nieuwkerk dan. Nee, ik denk niet. Ik zit heel erg goed op mijn plek nu. Dus ik heb weinig andere wensen. Ja, je hebt verjaardag, hè, van je dochter, dus gefeliciteerd. En ga er snel naartoe, zou ik zeggen. Ja, ik moet nu heen. Ja. Dankjewel. Timo die heeft heel goed door dat je verschillende radiomakers hebt. Je hebt er eentje die praat heel nasaal, dat doe ik nu even. Nee, je hebt. Sorry hoor. Dat voelt in één keer. Het is een oude mop, hè. Het is groen en het gaat achteruit. Die gebeurde net spontaan. Excuus daarvoor. Dankjewel voor je tijd en succes met je programma's. Dankjewel. Nou, graag gedaan en veel succes en veel plezier hier. Succes met je programma. Ja, want we hebben nog 1 minuut. We hebben nog 1 minuut. Ja, top. Dus je kan het beste naar 3fm.nl/djschool gaan. Daar vind je in ieder geval echt alle informatie die je wil hebben.